Stiekem ben ik met je bezig in de eerste ronde. Beelden uit het nieuws van de afgelopen weken met de vraag, waar gaat het over? Voor Peter en Martijn. Waterschap, natuurlijk. Ja. Waar gaat het over, hè? Ja, de verkiezingen. Dit is een hele moeilijke ronde, dit. Ja. Nou, waar gaat de waterschapsverkiezing over? Het gaat over nog iets anders, hoor. Nou, niet over Mark Rutte, in ieder geval. Nee, maar het gaat natuurlijk over de grondwaterstand ook, heb ik begrepen. Ja. Ik heb me ingelezen, zoals je hoort. Ja. En weet je hoeveel waterschappen er zijn? Hou je vast, 21. Wat een kennis, hè? Ja, ik blaas je weg. Kan je er één noemen? Nee. Nou ja, wat natuurlijk belangrijk is, is dat in de grondwaterstand, die natuurlijk denk ik heel erg van belang is, ook in de hele stikstofdiscussie, is dat als je een lage waterstand hebt, dan kan je lekker denk ik over het weiland trekken. En met een hoge waterstand is dat natuurlijk een modderkwestie. Ja. Dus is dat belangrijk? Heel belangrijk. Het eindigt sowieso in 4-4 deze ronde. Ja. Het zijn belangrijke verkiezingen, want zowel in de provincie gaat er veel beslist worden als in die Eerste Kamer. Ja, waar gaan we naartoe met het land? Het gaat over de Eerste Kamer en het gaat over dat er een kabinet wederom zit, net als 4 jaar geleden, wat het allemaal maar nipt, zo bij elkaar weet te houden. En die de Eerste Kamer nodig heeft om nog enigszins die leugens er doorheen te krijgen en tot wetgeving te maken. Dus daarvoor is die verkiezing belangrijk. Maar net als 4 jaar geleden is er een soort odd one out, de BBB. Mm. Zoals het 4 jaar geleden Thierry Baudet was, is het nu die Caroline van der Plas. En ik verheug mij heel eerlijk gezegd op de speech volgende week. De uil van Minerva heeft ook het erf gescheten. Hebben we afgeschoten. Ja, hier is de uil van Minerva. Het wordt geen boreale wereld, maar een boerige wereld. Nou, dat scheelt één letter. Hoe vond jij jouw discussie met Caroline van der Plas afgelopen week bij Jinek? Moeten we dat echt hier bespreken, vind je? Nou ja, dit is jouw... Zeker! Zij zat 2 dagen geleden bij VI. Ja, dat was heel subtiel allemaal. Nee, ja, weet je, ik dacht, ik ga er niet heel hard aanpakken met wat... Vertel eerst even wat er gebeurd is, precies. Nou, we zaten bij Jinek en het ging over Caroline. En af en toe werd mij ook iets gevraagd wat ik ervan vond. En ik doe ook al heel lang betere wereld maken met z'n allen. Dus ik heb daar hier en daar ook wel een mening over. Die heb ik heel voorzichtig een beetje op tafel gezet, niet Caroline, jij dit of BBB dat. Subtiel en leuk op uitnodiging. Laten we samen eens kijken wat er mogelijk is. En daarna ben je gewoon prooi van die hele BBB-achterban. Weet je wat mijn favoriete opmerking in jouw discussie was? Was die er? Op een gegeven moment zei hij tegen haar... Ja, we gaan elkaar toch nu niet met feiten bestoken? Volgens mij, dat is het idee van een discussie. Nee, dat is zo 2008. Wat is het? Gewoon elkaar op hartsniveau aanraken. Dat je denkt, hé, jij wil iets, ik wil iets. Hebben we ergens een common ground om dat te gaan doen? Dat is belangrijk. Ja, het is wel, ik was er niet bij, want ik woon niet in Antwerpen. Maar het is wel, het nieuws is wel tot in België gekomen. Aha. Het is inderdaad ook een nieuwsheid. Homo valt boerin lastig. Zie je? In een televisieprogramma. Ja, nou, en dan klik je en denk, ah, dat is Harm. Ja. Dat is mijn Harm. Dat is mijn Harm. Ja, nou, dat is trots op je. Die kant gaat het wel. Dat is trots op je, Harm. Gaat het wel snel op. Ik zat te genieten thuis. Maar ik ben zo aan frustreerd. Maar dat heb ik elke keer. En ik snap niet, het lijkt wel een of andere. Waarom moet elke politieke campagne beginnen op de markt? Waarom is dat een soort wet? Dat daar zogenaamd de gemiddelde Nederlander... Ik vind mensen die naar een markt gaan best wel een apart soort slag mensen. Die tijd hebben om zo'n hele markt af te lopen op dinsdagmiddag. Ga gewoon eens een keer een supermarkt in, waar ik sta. En zeg dan, mijn partij gaat zelfscankassa's verbieden. Dan stem ik op je. Ja, ben je tegen zelfscankassa's? Oh, absoluut. Dat vind ik echt het allerergste. Ik merk, ik sta helemaal alleen hier. Ja. Maar... Want? Ik niks maakt mij zo boos als vooruitgang die geen vooruitgang is. Dus wat mij gebeurt... Ik heb van die zelfscankassa's, maar ik zie ook dan nog 2 normale kassa's. Dus dan controleer ik altijd, wat is nou sneller? En ik word altijd gecontroleerd. Blijkbaar in het algoritme 6 flessen Cola Light en een paar crackers is heel raar. Dus is ook heel raar. Ja, dat blijkbaar. Ja. En ik word gewoon... Ik trek niet. Ik moet het zelf scannen. Dan wil ik er ook zelf controleren. Maar ik merk, mijn partij gaat geen zetels halen. Ik merk, dit raakt totaal niet. Maar goed, dan komt er iemand bij je en die heeft dan zo'n apparaat. Ja. Dat is een kennetje voor je streepjescodes. En ja, die gaat even je tas in. Ja. Ja, toch? En die moet dan 6 artikelen scannen. Ja, 3 of 4. Dus die is bij de crackers klaar. En die heeft dus 6 keer Cola Light gescand. Ja. Ja, en dan is het goed, toch? Ja. En bedank je die persoon dan? Dat je zegt van, dank u wel.
Want daar gaat het fout in dit land. Peter? Ik weet het niet. Zeker niet op deze intense manier. Dankjewel. Ik weet niet of ik dan nog welkom ben bij die Albert Heijn. Als er bijvoorbeeld als er een blikje gin tonic bij zit, ja, dan krijg je zo'n waarschuwing van: God, u heeft een leeftijdsgebonden product gescand. Huh? Ja. Ja. Vind je het dan een belediging als iemand dan niet naar je toe komt om even te kijken, bent u wel oud genoeg? Of is het juist een belediging als iemand vanaf 10 meter afstand ergens helemaal achter in de zaak iets heeft van: ja hoor, je is oud genoeg. Klik. Met mijn lengte, ik word altijd gecontroleerd. Dat is gewoon. Dat is Martijn, je moet één ding snappen over dit programma. Als je op een gegeven moment in dit programma zegt: een blikje gin tonic. Wat er dan. Dan komen in ons hoofd gebeurt. Nee, maar wat er dan in ons hoofd gebeurt: blikje gin tonic. Een blikje gin tonic. Ja. Wel, heb je ooit dat gekocht in je leven? Jan-Jaap, beschrijf het. Nee, dat is wel waar, wat gebeurt er? En jij noemt het Martijn Grewe. Ja, omdat ik denk dat hij het in zijn tas heeft. Maar ik ben toch geen meisje van 16 die gewoon naast de Passoa en de Zioro's mijn blikje gin tonic in het park gaan laten vingeren. Nou ja, van 10 meter afstand. Met zo'n zelfscanding. Ja, daar goed. Het water staat wel hoog in dit park. Volgende woensdag zijn de provinciale statenverkiezingen. Daar kiezen we ons provinciebestuur en indirect ook de Eerste Kamer. Dit jaar staat er veel op het spel. De regering heeft de provincies namelijk nodig om hun beleid uit te gaan voeren. Ik stem zelf op de BBB. Niet omdat ik het eens ben met hun standpunten, maar het is meer een soort fascinatie. Zoals ik altijd ook vol bewondering kan kijken naar zwemmers zonder armen en benen. Caroline van der Plas kan niet naar de boeren protesten dit weekend omdat ze bedreigd wordt. Onlangs werd Sigrid Kaag bedreigd door BBB'ers met fakkels. Van der Plas is nu bang dat zij bedreigd gaat worden door D66'ers met argumenten. De BBB heeft geluk dat hun achterban weilanden heeft waar zulke grote spandoeken inpassen. Hoe zouden andere partijen deze tactiek inzetten? We hebben nog een filmpje voor Jan-Jaap en Welmoed. Oké, Welmoed, daar gaan we. Oké, daar gaan we. Hesjes. Staken? Ja. Ik denk staken op het station. Ja. Er is een grote staking aangekondigd volgende week. Op verkiezingsdag. Echt waar? Ja, oh, 15 maart. Vind je dat slim? Ja, tuurlijk. Als je staakt, moet je zorgen dat je zodanig staakt dat je de boel ontwricht. Ja, ik vind daar dus wel wat van. Ik denk, je kan 364 dagen per jaar staken, of 365 dagen per jaar eigenlijk. Maar moet dat nou per se op verkiezingsdag? Ja. Ja? Het moet stinken en het moet pijn doen, Welmoed. Oké, nee, ik hoor je. Ja. Ja, oké. Okay, ja. Nee, je hoeft het niet mee eens te zijn, Welmoed. Je mag gewoon terugvechten. Nee, ik zeg alleen dat ik hem hoor. Ja, wat betekent dat? Ja, nou, ik hoor je gewoon. Ja, ik hoor jou ook. Ze heeft een cursus gedaan, omgaan met agressieve mensen. Ik hoor jou, ik hoor jou. Ik begrijp waar je vandaan komt. Ik begrijp waar de moeder vandaan komt. Maar wat wel interessant is, is dat in België wordt heel veel gestaakt. In Frankrijk, nu ligt het hele land plat. Ja. En je merkt dus, er wordt gestaakt niet zozeer omwille van loonsverhoging. Ook wel, vaak natuurlijk. Maar meer, het gaat over werkomstandigheden heel erg nu. Dus ik heb het idee dat vroeger staken ging over we willen meer loon, vaak ook terecht. Maar nu gaat het daar niet eens meer om, omdat we na die COVID-periode komen. Dus ik heb iedereen zoiets van, ja, maar ik wil niet meer terug naar het systeem waarin je eigenlijk veel te hard moet werken en ook onmogelijke uren en met te weinig mensen om me heen, met name in de zorg. Dus de werkomstandigheden worden belangrijker opeens. Ik heb één beeld meegenomen, een foto. Het Belgische zorgpersoneel heeft gestaakt, een paar weken geleden. En die deden dat in thema van Shrek. Omdat ze zeiden, wij zijn een beetje een uitstervend ras. Net als de ogre uit Shrek. Die denkt, oeh, dat is al behoorlijk ver doorgedacht. Jeetje. En hier staat, als donkey kan neuken met een draak, kan de regering ons geven waarvoor ik staak. Dat is te ingewikkeld. Dan zijn mensen het kwijt. Toch? Dus je moet volgens mij, als je staakt, zorg wel dat je een duidelijk hesje aan hebt en gewoon een duidelijke tekst. Wij zijn tegen. Ja. Daar zijn de boeren in Nederland toch beter in. Want dan die doen dat goed, hoor. Je blijft je helemaal Rutte hangen. Is kut. Ja,
Hier blijf je helemaal hangen bij die donkie met een draak. Als hoeveel gin tonic is daarvoor nodig? Ja, maar het is ook creatief. Het is creatief. Je vraagt je af, waar is Plopsaland? He? Waar dus van alles aan de hand was. Waar zijn die mensen? Dat kan toch veel creatiever? Was er wat aan de hand in Plopsaland? Nou, Harm... Martijn Gewee heeft zich in twee zeer specifieke dingen ingelezen. Ja. In de waterschappen en in Plopsaland. Heb jij wel, wel moet dan... Kijk, jij werkt bij de publieke omroep. Jij staat 's ochtends heel vroeg op. Ik denk maar dat je regelmatig denkt... waarom doe ik dit in godsvredesnaam? Maar heb jij ooit het idee gehad, ik ga staken? Nee. Nee? Nee. Nee, maar ik heb er nog even over nagedacht wat je zei op die verkiezingsdag. Misschien helpt het wel om deze, om die verkiezingsdag uit te kiezen... en dan ervoor te zorgen dat het voor verkiezingsdag geregeld is. Aha. Ik denk, dat het hele idee van staken. Uiteindelijk is staken toch ook een druk. Maar dat is natuurlijk toch altijd het idee van staken... wat die Veldman natuurlijk zo goed laten zien. Ja. Onmiddellijk zie je hoe onmisbaar ze zijn... terwijl je dat ervoor misschien niet zo doorhebt. Er zijn natuurlijk ook heel veel beroepen... die nooit gaan staken, omdat ze weten... dan komen ze erachter, we zijn helemaal niet nodig. Groeicoaches gaan nooit staken. Je gaat nooit een bericht lezen... de groeicoaches in Nederland houden ermee op. Twee dagen lang. En het is het initiële gevoel van staken, namelijk... ik doe dit niet, dat is een lekker gevoel, toch? Ja. Dat kun je wel voelen ook. Dat je denkt, ik doe het gewoon niet. Ik doe het niet. Alleen, ik had het dit weekend in het zwembad. Ik ging naar het zwembad. Ja. In België, bij mij in de buurt. Mm. En, in Plopsaland? Nee, niet in Plopsaland. maar wij gaan zeker een keer samen naar Plopsaland. Nou, dat lijkt me wel, ja. Gaan we in zo'n dingetje over waterschappen praten. Maar met een blikje gin tonic. Nee, ik ging naar het zwembad. En ik kwam toe in het zwembad met mijn sportbroek had ik aan. Mm. En dus ik ging om de douche staan, want je moet dan altijd eerst douchen voordat je het zwembad ingaat. Ja. En toen waren er al allemaal mannen en die kwamen naar me toe en zeiden: ja, dat gaat niet gaan. Dat broekje, dat gaat niet. Dat gaat niet gaan. Dat broekje, dat gaat niet gaan. Ja, ik sloeg ook direct op aan. Waarom had je geen zwembroek aan? Nou, je moet dus zo'n strakke... Speedo. Alles zichtbare zwembroek aan. Ik vind dat ook. Aan. Dat is gewoon beter. Dus ik moest terug... Ik moest terug met mijn zoontje door die poortjes. En dan moest ik bij de kassa voor 27 euro een zwembroek kopen. uit zo'n vies pakketje, zo opgerold. Maar echt, ik dacht, ik doe het niet. Ik doe het niet. Maar ja, dan ben je opeens een halfnaakte man met een sportbroek... met een klein kind die roept, ik doe het niet. Dat is ook raar. Dus uiteindelijk doe je het dan maar toch, weet je wel. Maar ik ben wel benieuwd, heb je het gedaan? Stond je uiteindelijk met je speedo van 27 euro in het zwembad? Ik heb het gedaan, maar ik heb wel gevraagd, waarom is het dan? Nou, het is vanwege hygiëne, meneer. Allee. En de kleding mag hier niet aanstootgevend zijn. Nou, ik zei, ik weet niet, heb je mij wel eens gezien in zo'n spiegel? Dat is aanstootgevend. Ik zie niet elk tv-programma, maar ik sprak een maat... en ik vertelde dat jij het gast was. En zo leuk, ik ben superfan van kijken zonder kopen. Kopen zonder kijken. Ja. Dus niet dat links, dat verklaart maar rechtsom. Ja, precies. Ik dacht, dat wel een raar programma. Ja, nou ja. Ja, we hebben het gezien, maar we kopen het niet. Maar kom volgende week. Ter zake. Kom ter zake. En nu? Maar... Dus? Die vertelde mij over dit programma. Ik heb dit gewoon gemist. Maar jij... Heb je het wel eens gezien? Nee. Dat niet. Nee, wacht even. Jij presenteert dus een programma, als ik het goed heb begrepen... dat mensen tegen jou zeggen... hier heb je mijn geld. Ja. Koop een huis. Ja. En dan zie ik het voor het eerst. Ja. Maar wat is er mis met die mensen? Want dit is toch, ik gun jou alle, voor mij is het heel populair, ik gun je al het succes, maar dit is toch, ik zou die mensen ook niet als buren willen. Dat soort onvoorbereide mensen in het leven. Nee, maar dan mis je één ding. Kijk, ja. Vroeger was het zo dat je dat allemaal zelf kon doen en dat er heel veel kansen waren enzovoort enzovoort. Ja. Tegenwoordig, als jij een huis wil kopen, dan is dat heel moeilijk. En dan is het is moeilijk om te kiezen. Het is moeilijk om mee te bieden. Ja. Het is moeilijk om het allemaal te organiseren. En wij helpen die mensen daarbij. Dus er komt een makelaar, en die hoef je niet te betalen. Er komt een binnenhuisarchitect. Er komt een notaris. Bob komt. En wij halen die hele keus, die buitengewoon stressvol is. Die mensen zijn ook gewoon aan het werk. Als je tegenwoordig een huis wil kopen, moet je gewoon een team hebben van 10 mensen of zo, die iedere dag 25 huizen bekijken. Ja, maar het is ook leuke televisie om mensen een totale mental breakdown te zien krijgen... als ze uiteindelijk zien in welke wijk ze terechtkomen. Dat is ook leuke televisie. Ja, maar het gebeurt niet. Doen, hè? Het gebeurt hier, niet. Dit is je iglo.
Nee, maar ik geloof, nee, maar goed, ik geloof dat jij dit niet doet met heel veel... Het zou heel grappig zijn als dat iedere week het geval was. Nee, maar het is niet zo. Mensen zien het als een cadeautje. Ja. Ik vind het... Jij bent de schat. Maar ik ben gewoon meest... Ik kwam mijn laatste ook achter. Sorry, ik loop achter. Maar... Nee, maar ik ben het wel met je eens. Nee, maar Peter, ik ben het met je eens. Merit at first sight. Ja, maar zeg, het kan nog erger. Dat is ik zou uithuwelijken. Als Carlo Boshart islamitisch was geweest... dan had ik wel eens het enthousiasme over dit programma willen horen. Je hebt elkaar nog niet gezien en je gaat nu trouwen. En weet je wat nou het grappige is? Het format komt uit Scandinavië. Ja. En Merit at first sight. Ja. En is bedacht door dezelfde mensen die Kopen zonder kijken hebben bedacht. Ja, dat zat er wel in natuurlijk. Ik weet het. Ik weet hun volgende programma al. Ja. Blind Date Baby. Je hebt elkaar nog nooit gezien. Hij leeft het sperma in, insemineren. Het wordt 12 jaar lang opgevoed door de makers van het programma. Na 12 jaar. Dit is jullie kind, dit zien jullie elkaar. Tot volgende week. Maar, ja, dit... Weet je wat het allerergste is? Dit is dus al een keer bedacht. Ach, kom toch. Nee, serieus. Dit is een keer bedacht. Ik wil het wel zien, dat is ook een keer. Oh, dit is toch allemaal vreselijk. We waren bij de stakingen. Ja. We worden overspoeld door stakingen. Zo legden de afgelopen maand de vuilnismannen, de buschauffeurs, de BOA's en ambtenaren van verschillende gemeentes het werk neer. Volgende week donderdag zal er in tientallen ziekenhuizen worden gewerkt alsof het zondag is. De stakingen komen niet uit de lucht vallen. Door de hoge inflatie is het steeds moeilijker om rond te komen van je salaris. En de werkdruk is overal heel erg hoog. Als je nu thuis op de bank zit te kijken, geen zinvolle dagbesteding hebt en denkt... Hey, waarom ga ik ook niet staken voor een hogere vergoeding? Daartegen zou ik willen zeggen, je doet al zo weinig, Thierry. Ik had zelf geen last van de vuilnisstaking. Ik probeer altijd voor het milieu mijn afval netjes te scheiden... en dan te verbranden in de tuin van de buren. Kijk even naar de stand. Een Indiase vrouw heeft 5 jaar lang extreme buikpijn gehad... door een achtergebleven medisch instrument. En hier is het 4-4. Hey, coole cyberkids. Mochten jullie lekker op de landverbinding van je daddy? Flex coole video, hè? Wil je meer? Like en abonneer. Wil je minder? Ga lekker naar Tinder.